Op de Minkema staat The Way of Democratic Living centraal. In onze didactiek, maar ook in ons pedagogisch handelen, hoe je met leerlingen omgaat, proberen wij die democratie met een hoofdletter te introduceren en in hun hoofden en ook in hun harten te krijgen. Dat houdt eigenlijk in dat je leerlingen voorbereidt op een hele snel veranderende, diverse samenleving. Leerlingen moeten de instrumenten, de vaardigheden, maar ook de kennis hebben om met die veranderingen om te gaan en met die diversiteit. En het is dus heel belangrijk dat je kinderen niet alleen leert schaatsen en Franse woordjes leert spellen, maar dat je ze ook leert functioneren in zo'n ingewikkelde maatschappij. En dat is eigenlijk burgerschapsvorming. Burgerschap is denk ik dat je kritisch nadenkt over verschillende thema's in de maatschappij en dat je daardoor als burger een goede mening over kan vormen. Zodat je uiteindelijk een goede afweging kan maken in bijvoorbeeld je politieke voorkeur of een afweging die je maakt in welk standpunt je aanneemt in een discussie. En ik denk dat school daar een hele belangrijke plek voor is. Nou ja, je gaat gewoon eigenlijk een soort van compromis sluiten van oké, weet je, ik snap jou. Standpunt. Ik hoop dat je mijn standpunt begrijpt en dat je daardoor dan eigenlijk een soort van een beetje elkaar gelijk geeft eigenlijk. En er ontstaat niet snel ruzie, want iedereen heeft wel begrip voor elkaar, voornamelijk omdat we echt een multiculturele school zijn. Nou, bijvoorbeeld, ik heb zelf geen geloof, maar ik heb wel vriendinnen die wel een geloof hebben en die hebben ook weer andere standpunten en denken over dingen waar ik dan weer anders over denk. Ieder mens heeft een andere mening en dat moet je gewoon respecteren. Je hoeft het niet mee eens te zijn, maar je moet het gewoon respecteren en gewoon die persoon in waarde laten. Ja, de docent die begeleidt dat door vragen te stellen en ook natuurlijk wat orde te houden, zodat het niet allemaal door elkaar gaat, dat iedereen gewoon even echt zijn verhaal kan doen. En er stelt dus ook kritische vragen, waardoor het soms ook echt wel even stil is, omdat iedereen daar gewoon even over moet nadenken. We hebben dus elk jaar Europadag en bij Europadag dan krijg je een bepaald thema toegekend en een bepaalde partij en dan moet je gaan verdiepen in die bepaalde partij en vervolgens in een debat met al je andere medeleerlingen dat standpunt verkondigen. En het is heel mooi om te zien dat je op deze manier echt een kijkje neemt in visies die anders misschien buiten je bereik waren. Stapgewijs proberen we leerlingen op vertrouwde wijze hun mening te laten vormen. Dit doen we onder andere door middel van een debat. Het is de bedoeling dat leerlingen op het Minkema College aan het einde van hun schoolcarrière hun mening kunnen geven, kunnen vormen, een debat kunnen leiden en uiteindelijk kunnen opleiden tot kritisch burger. Ik denk dat je na school met heel veel verschillende mensen in aanraking komt met heel veel verschillende meningen. En ik denk juist dat het dan belangrijk is om je mening te kunnen verkondigen, maar wel met acceptatie voor elkaar en misschien juist ook de overeenkomsten te kunnen zoeken met elkaar en begrip te kunnen hebben voor de verschillende visies die er zijn. De Minkema gaat niet voor kant-en-klare oplossingen. Leerlingen komen niet het VWO of de HAVO of het VMBO af met een diploma waarbij ze precies weten hoe ze moeten denken. We maken er weerbare jongeren van. Democratische, weerbare jongeren. Die kritisch zijn, maar wel meedoen met die samenleving. Om die samenleving uiteindelijk niet alleen henzelf, maar ook om de mensen om hen heen wat gelukkiger te maken.